kijken hier in het grote computerlokaal. Wow. Kijk, die jongen zat op YouTube, maar dat mag hij eigenlijk helemaal niet. Die is nou het werk op de computer. Ja. Kijk, eens van alles aan het opzoeken wat ik net vertelde. Hoe verf in elkaar zit, hoe je een huis moet schilderen. Als er rot hout aan zit, wat je het beste kan doen. Ja. Waarvoor latex, voor de muren. De schilder waarvoor soort verf dat je moet pakken. Ja. En dan vertellen wij hier waarom dat allemaal is. En boven bij de praktijk, bij Jos, gaan ze het doen. Dus hier is waarom, en boven is doen. Is soms wel eens moeilijk, ja. Ja. Soms is het heel druk met heel veel leerlingen. En soms moeten we een klein beetje streng zijn, dan is het soms wel eens moeilijk. Maar over het algemeen is het heel leuk. Zijn er ook straffen als kinderen? Ja, ja, we hebben hier ook straffen. Wat zijn die straffen dan? Want er zijn hier regels. Hè? Leerlingen moeten op tijd komen. Jij moet ook op tijd op school komen. Ja. Ze mogen niet eerder naar huis gaan dan wij dat goed vinden natuurlijk. Ja. En als we zeggen, je moet werken, maar je mag niet zoveel praten. Dat zijn regels. En als ze zich niet aan de regels houden, dan is er ook wel een straf. Jullie allemaal de leerlingen met theorielessen. Wij leren ze vooral de vragen waarom. Als je iets schildert met een bepaalde verf, waarom dan met die verf? Begrijp je? Dus het is niet alleen maar het doen. Boven doen ze het en dan oefenen ze met het schilderen zelf. Ja. En bij ons gaat het, ja, waarom gebruik ik die verf of waarom gebruik ik die verf? De theorie daarachter. Nee. Als ik bijvoorbeeld ijzer heb. Kijk, hier buiten staat een paal van ijzer. Ja. Eindstaal, hè? Ja. Nou, als je die zou willen schilderen, wat voor verf zou je daarop moeten doen? Juist. Ja. Ja, precies welke verf heb je. Er zijn zoveel soorten. En dan gaan we eerst eens kijken welke soort is voor op ijzer. En waarom? Ja. Waarom? Hij moet natuurlijk goed vastzitten, hij moet er niet na een jaartje vanaf komen vallen, toch? Ja. En hoe zit dat dan eigenlijk? Hoe werkt dat dan? Nou, hier werken dan al leerlingen voor theorie. Lang werkt hij hier? 8 jaar. En daarvoor ben ik schilder geweest. Ik had een eigen bedrijfje, een klein schildersbedrijfje. Hoe heet dat? Dat heet De Schilder uit Os. Wat leuk. Thee Schilder. En dat heb ik. Ik heb zo'n 15 jaar geschilderd. Dat was eerst van mijn vader. Toen hebben mijn broer en ik geschilderd. En toen heb ik een ongeluk gehad. Toen ben ik van de ladder gevallen. En toen ben ik hier terechtgekomen. Hoe heb je daar een ongeluk? Een gebroken rug. Oeh. Ja, ai. Ja, als je niet goed oplet of haastig bent, dan kun je ongelukjes krijgen. Ja. Dus je moet er eigenlijk geduld voor hebben, schilderen. Nou, geduld, je moet oppassen. Je moet heel vaak ook hoog werken. En als je hoog werkt, moet je altijd goed opletten wat je doet. Dus het is niet... Bij die lesdingen moest je die dakpannen doen. Ja, de dakpannen, juist. Ja. In de gordel. Ja. In de gordel, ja, en de hoort. Dus het is niet zoals van die grappige filmpjes dat je bijvoorbeeld in een emmer met verf stapt. Ja, dat kan. Ja? Ik heb verschillende keren gehad dat ik van mijn trapje af kwam lopen en dat ik in een emmer met verf stapte. Of een emmer water omliep, ook een keertje, ja. Of bij de klant een emmer verf over de vloerbedekking laat vallen. Ja. Dat kan allemaal gebeuren. Ongelukkig. Of dat de hond tegen de deur aanloopt of de kat. De zwarte kat tegen een witte deur aanloopt, die is aan één kant wit. Ja. Dan gaan we zware haar in de witte deur. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Hoe lang deed jij er vroeger over om een muur te schilderen? Ligt eraan een grote muur was. Gewoon een vierkante muur van... Slaapkamertje. Ja. Nou, een slaapkamertje is een halve dag. Hier leren ze wanden, plafonds en muren te schilderen en behangen en maken. Ja. Wat doet u eigenlijk voor werk? Ik ben de beheerder van dit vakcentrum. Ja. En ik moet ervoor zorgen dat alle mensen die hier werken, dat die genoeg materiaal hebben om te werken. Zorg dat de verlichting werkt, de stroom werkt, zodat iedereen kan boren en kan schuren. Als de stroom is, dan maak je het. Ja. Oké. Hoeveel dagen werkt u hier in een week? Ik werk 5 dagen in de week. Dus, en dan
Is er hier ook de opleiding 6? Is er ook de opleiding op zaterdag en zondag? Op zaterdag wel. Op zaterdag hebben we een niveau 4. Ik word zenuwachtig op mijn kamer. Niveau 4. En dan, dan is hier zaterdags van 8 uur tot 3 uur ook. Wordt die ook lesgegeven. Ja, leuk. Dit is een stukje ruimte. En wat zijn die glaasjes hier? Hier kleden ze zich om, een stukje door. Anders worden hun kleding helemaal vies. De telefoon moet je eigenlijk niet hebben, gebruiken. Mag eigenlijk niet, maar... Moet wel. Kijk, kijk eens mooi. Kijk. Dat zien jullie wat grover. Ja, een beetje grover, hè. Kijk, hier maakt hele mooie... Iemand heel hard pijzend in zijn gedachten. Kan door, kijk. Bjorn. Bjorn, dat is de leraar een stukje door. Ja, dat is ook de leraar een stukje door. En hier zijn de jongen. Hier zijn ze vorig jaar ook geweest. Ja, werk op plek heb je niet. Ja. Willem Maas, kijk. Hier zijn ze nu bezig. Allemaal de haren goed, want ze komen allemaal op YouTube, hè? Ja, dat wacht ik allemaal uit, op YouTube. Kijk, die worden een beetje zenuwachtig, die jongens, zie je? Als je iets wilt vragen, een stukje door. Vragen. Wie wil er iets vragen? Vraag maar eens aan iemand iets. Nou met die camera. Vindt u dit echt leuk? Ja, tuurlijk. Anders deed ik het niet. Hè. Anders deed ik het niet. Dit. Hij vindt het heel leuk. Ja. Wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, wij zijn aan het smeren, joh. Met, weet je toch? Beppie thee. Ja. Dat zullen we maar niet vinden als ze dom vinden. Is dit, hebben ze dit of helemaal alleen? Helemaal zelf gemaakt. Wauw. Die steek moet je erin. Moet je Peter vragen. Peter weet, kan altijd bestellen. Die dingen, die ronde dingen en die gemaakt. Die worden met gips en met mallen getrokken. Ja, met de hand. En de leerlingen die zelf gemaakt? Ja, doe maar zelf maken. Hier ja. Komen die steentjes in het midden hier. Die doen we ook insmeren. Doen we insmeren, ja. Nou, hier zijn dus net gestuukt. Daar zijn alle leerlingen even lekker gaan eten. Die waren hier al vandaag in vanochtend 8 uur. Het is nu 9:45. Het is nu 9:45, dus hebben wel een lekker boterham verdiend. Ik probeer al een klein beetje glad te maken. Dan kan je daar pauze houden. En dan kan die kopje terug en dan kan je nog een keer overheen doen en dan is het BBL. Een BBL. En weet iemand wat BBL betekent? Nee. Zoek, begrijp ik. Lastig. Hier liggen staven van gips en mal lijn gemaakt. Of ja, het spul wat op de muren smeren. Dan smeren ze op de muren en dan maken ze bakjes en tafels en deze punten. Deze tafels? Ja. Hier die... Hier zie je de lijst, hè? Dat is trekken, dat is een soort gips. Ja, nou is de jongen niet meer bezig, die tafel. Dan trekken ze op de balk erop en trekken ze die lijsten. Dan doen ze gips erop en met de mal eroverheen en dan krijgt ze die vorm. En deze maken ze die ronde cirkeltjes. Okay. Binnen het pin en dan maken ze, die mal zit vast aan een houtje. En dan draaien ze rond, dan kunnen de cirkel zo groot. Na afloop van het stuk de handen even wassen. Ja, altijd de handen wassen, iedere keer. Ik heb met de kantine met alle stukken door trekken aan boterhams te eten. En het scheelt natuurlijk lekker, hè? En na het harde werken, het rondlopen en lekker koek. Chloe, en heeft u naam mee? Hier is de patine. Worstbroodjes. Drinken, tomaten. En hier zijn de koffie, thee, chocola, apparaten.